Wijkcentrum Het Vinkhuis aan de Diamantlaan houdt vandaag een open dag. Iedereen kan hier vanavond informatie krijgen over de aangeboden cursussen. Er zijn dit jaar weer allerlei soorten lessen, zoals taalkursussen, bewegingslessen, schildercursussen en ga zo maar door. De cursusleiders zijn allemaal aanwezig om vragen te beantwoorden. Verder kunnen geïnteresseerden een workshop volgen of gewoon komen kijken. Wat je ziet is een heel gemêleerd gezelschap. Jongere mensen, al wat oudere mensen en mensen met hele verschillende interessen. Dus het is heel leuk. Het is echt heel mooi dat er zoveel georganiseerd wordt in de wijk ook. Dat is belangrijk, hè? Ja, heel belangrijk. Ja. Ook voor onderling contacten. De aanmeldingen zijn altijd aan de magere kant. Maar we hopen dat er nog een paar komen. Op het moment ben ik net gestart vanaf Eelde en ben onderweg naar Brussel. Wat gaat u in Brussel doen? Nou, even op het vliegveld kijken en dan vlieg ik wel ergens door, ergens anders heen. Weet u al waar naartoe? Nee, dat zie ik dan wel even. Het gaat meer om de reis? Ja, het gaat, nou, en eigenlijk het bedienen van het toestel helemaal, de cockpits en dergelijke. En ja, eigenlijk je moet dat helemaal zelf in de hand hebben. En dan kun je over de hele wereld heen vliegen. Het is de eerste keer dat de open dag op deze wijze plaatsvindt. Het is wat uitgebreider, zeg maar. We hebben wat meer zalen in gebruik, zodat de activiteit wat beter tot zijn recht komt. En we hebben daarnaast werken we nu ook wat meer met workshops, zodat mensen deel kunnen nemen aan de activiteit. En zo op die manier al wat beter begrijpen waar het om gaat. En zoals je ziet, ik denk dat het concept prima werkt. De open dag duurt nog tot vanavond 9 uur.